Jongens, Welcome to Yo mensen, kijk deze video. Mijn naam is Wesley van FIFA Boy 1999 en vandaag weer de nieuwe Five En Daar gaan we één wedstrijd spelen de bekerwedstrijd tegen Herakles Amelo en dan gaan we een paar aanpassingen doen, een paar jonge spelers erin gooien, een paar spelers, gooien, een paar spelers eruit uithalen ook voor de rust met aankomende wedstrijden die nog gaan komen, ook zeker de Champions League wedstrijden waar wij tegen Napoli spelen. Dus ja, sowieso Jones mag zijn debuut maken in dit elftal, maar hij is niet de enige, want er mogen meerdere mee. Ook Lundgren, een jeugdspeler, gaat in de basis en dan hebben we ook een paar spelers op de bank sowieso mee. Ver op het middenveld, cardio middenveld, en ik kies voor Burger ook nog. Dat gaan jullie zo meteen zien. Bilal neem ik mee voor Sinisterra. dan doe ik de zo en dan ga ik Burger inzetten voor uh, Savića. En dan is dit elfde wat gaat aantreden tegen Hakkers in de bekerwedstrijd. En laten we hopen dat we doorgaan naar die halve finale. Glue, al vroeg gekomen, wij met de eerste kans. Lundgren, goede voorzet nu geven. Hier uh, gebeurt hij weggehaald. En dan hier nog Barel. Barel Ver gebracht bij Burger. Cardio prachtig schot zeggen. Zo staan we op een 1-0 voorsprong? Is het Cardio die scoort? Moeten we vervangen worden van El Want die gaat waarschijnlijk stoppen aan het eind van het seizoen. Ja, volgend seizoen stopt misschien ook wel Brett Jones. Nou, dat is misschien niet zo ramp, maar wel dat Elamadi stopt natuurlijk. Is voor ons een goede, krijgt een goede middenvelder, maar ja, ik, een goede aanvoerder ook. Maar ik wil toch, uh, dan wordt toch Kadioku zijn vervanger. Mocht Elamadi stoppen en weggaan. Hier zien we het bovenin staan, hangt zijn voetbalschoenen aan de willige. Elamadi is 38 jaar. Dus die uh, ja, is ook een mooie leeftijd voor hem om te stoppen. Hier raakt de speler gebaseerd van Herakles. Die worden zo gewist waarschijnlijk. Ik heb deze video gisteren opgenomen. Het is vandaag dus voor mij nu zondag, maar het is voor jullie maandag. Waar ik vandaag als het goed is bezig ga worden. Bezig, ik ga zo meteen een, um, een penalty challenge opnemen met Tim. Dus dat gaan jullie ook zien. Dat zien jullie dan vanmiddag of vanavond op dit kanaal. Vandaar dat ik deze video dus morgen of vandaag, ja, zondag opneem. Zondag inspreek. En dan, uh, dan komen we zien jullie dat uh, morgen op mijn kanaal. Dus vandaag, het is een beetje ingewikkeld, maar voor mij is het wel handiger als ik hem nu opneem. Dan doe het morgen. Uh, niet zoveel op te nemen qua inspreken, helemaal niks trouwens. dus dat scheelt en een video van, uh, van dinsdag, kijk morgen dan weer spelen en uh, enzovoort enzovoort. maar hier is het nog steeds de 1-0 en uh, we staan voor, het is de bal, het doelpunt van Cardioku, die het ervoor zorgde en nu is het nog steeds dus de 1-0 voorsprong. wij komen er maar niet lekker uit in deze rest van de minuten. kwartier gespeeld, Lunken en Barrel. Barrel. wij zijn wel de bovenliggende partij in deze wedstrijd tegen Herakles. we doen natuurlijk naar de volgende ronde, de halve finale. Van de water gaat even hier de goed fout in, zeg. Dan is de bal voor ons. Barel en Cardioglu. Cardioglu en Ver. Ver. Lundgren. Hier bijna de kans maar gered door de doelman van Herakles. En zo is het geen 1-1. Hoekschop Feyenoord. Viera. Cardioglu. Mooie bal op Barel. En dan is het ook de 2-0. Mooie bal. En ook een mooi geschoten door die. Uh, Rechtsvoor, die toch nog niet zoveel kansen krijgt bij Feyenoord. Maar als hij de kans krijgt en nou als hij speelt, speelt hij goed. Nu maakt hij zijn goal. En is het de 2-0 voor Feyenoord. Ondertussen 30 minuut nu. B Breukers. Nu misschien een keer Heracles. Want die hebben we nog nul keer gezien. Ja, die bal komt voor maar weggekopt door in die Hoekschop. Heracles. Gaat hij lang of kort? denk lang. Ja, lang genomen. Niet echt een goede corner. Uh, Ferreira. Ferreira. Toch weer Herakles. Ja, daar komt de kans aan. Desses, anders ik maar het in die. Ver. Nu de aanval voor Feyenoord. We kunnen met de aanval nu. Vrijra, Vieira. Vieira, hoe je het ook wil zeggen. Het is in ieder geval uh, de kans nu misschien op de 3-0. Vlak voor rust in de 35e minuut komt de kans voor de 3-0. Bal voorgeven, Vieira. Dat gebeurt niet goed, tot de bal nog hier bij Ver. en bij Lundgren. En het is de 3-0. De debutant scoort. De jeugdspeler die uit de jeugd naar Feyenoord kwam. En dan doet het goed aan de scorch. Is doelpunt de eerste wedstrijd. Dat is helemaal mooi natuurlijk. In de bekerwedstrijd de 3-0 maken. tussen de tweede helft, nu 5-5 minuut. Waar Herakles niet lekker uit die verdediging komt eh, lijkt het. Die toch een beetje druk zet. Fijn dat hij ook de druk zet van de water komt er wel langs. Zo komt de eerste aanval weer in de tweede helft van Herakles. Herakles. Van de, de water met de bal voorgeven. Dat gebeurt. Gaat net eroverheen van de speler. Maar een goed ook. Senesi en nu Cardiogo. Nu Feyenoord dan. Snelle countermogelijkheid. mogelijkheid. Feyenoord is in de counter altijd gevaarlijk. burger. Burger en uh, wie is dit? Dit is Barrel. 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 Barrel, hoe je het ook wil zeggen. Maar die komt er nu voorgeven. Misschien op de 4-0. Ja, goede voorzet. Prachtige voorzet. En dan gaat hij er nog in ook. Vierra, krijgt hem op zijn naam. Maar het lijkt toch op een eigen doelpunt. Maar goed, het is 4-0. En het is toch 4-0. En dan is een mooi doelpunt geweest. Ondertussen is Bilal Basikoglu gekomen voor Vierra. En hier zien we ook Bilal nu de aanval. Op de weg naar de 5-0. Op de weg naar de 5-0 in het laatste kwartier moet hem afgeven en dan is het klaar. Boom, Davy Soklu, Davy Sokou die er ook in kwam voor uh, Duntken scoort de 5-0 en dan is het over en uit ook wel. Voor de Dan gaan wij door naar de volgende ronde van het KNVB bekertoernooi. Dat zou zijn de halve finale van het uh, toernooi en dat is ook een mooi gegeven. Vor, vor, vorig seizoen hebben we natuurlijk verloren. Voor me zijn we toen op de halve finale. Voor me hadden we toen de klassieke in de halve finale van het bekertoernooi. Laten we hopen dat we het nou niet uh, zo moeilijk gaan treffen in de halve finale. Bas Bilal Basasicoglu komt er nog een goal aan dan. Nee, de redding van de doelman had het zomaar 6-0 kunnen zijn door die Bilal Basasicoglu. Met extra tijd komt er nog een corner aan van Feyenoord. Of weggehaald, teruggebracht nog één keer. Nee. Hier nog de bal voorgeven. Cardioglu. Ver. En de bal weggeweekt door Heracles. Zo is deze wedstrijd voorbij. En winnen we met 5-0 van Heracles. En zijn we door naar de kwartfinale, halffinale van het KVB-toernooi. Je ziet een beetje de interview na de wedstrijd. Maar daar... Uh... Heb ik gewoon even gauw Heen gesimuleerd, Maar ik wou jullie toch laten zien. Wat wij tegen de pers gaan zeggen. En ja, we gaan door naar de volgende wedstrijden. Die gaan simuleren tegen Fortuna. En tegen FC Groningen. Dit doen we met de tweede helft al. Tegen Fortuna. En uh, die, uh, die uh, winnen we ook met 2-1. Davis Jogel en Koglu scoren met. Scoren de doelpunten bij Feyenoord. En dan gaan we ook de, deze wedstrijd tegen Groningen thuis. Met baas zelf te simuleren. En de wedstrijd tegen Groningen winnen we ook met 2-1 door Koopmeiners en Mansovic. Volgens mij is het goed zag. Vervolgens is het de volgende wedstrijd is tegen Adenhaag. Dat zien jullie morgen weer. Maar van, vanavond, vanmiddag de uh, challenge van mij en Tim. Bedankt voor het kijken naar deze video. Druk op duimpje omhoog als je niet hebt gedaan. En dan zeg ik zoals het tijd. En zoals nu, later.